door een winterslandschap met een bestelwagen rondrijden. Dit is wel degelijk Pascal de Wilde, gewezen voetbalgrootheid. Zelfs zijn collega's bij zijn nieuw bedrijf konden het niet geloven. De verantwoordelijke van de shipments, laat dat zeggen. Zijn vrienden en zo en zijn broers konden dus niet geloven als ze zeiden van kijk, bij ons werd Pascal de Wilde. En jongens, die vroeg naar Mechelen kwamen en op tv. En die zei, ja, dat geloof ik niet. Dus, en hij heeft zelfs een foto getrokken met ons, met zijn gsm om te tonen van kijk. En ze geloven het ook niet. En dan heeft hij een wedstrijd, wat ik moest beloven dat ik ging meedoen. Of tenminste aanwezig ging zijn. En hebben ze een wedstrijd geregeld. Op een zaterdag. En dan kwamen ze met heel die bende aan. Ja, toen was het natuurlijk van, oh, het is hem toch. Dus ja. Het is hem toch, de man die tegen Ajax in 88 met dit truitje de Europa-beker won. Zou je er geen geld voor geven? Die heb ik niet willen wisselen ook. Omdat ik een te mooi souvenir vond eigenlijk om weg te doen. Ik vond dat heel tof. Zoveel jaar later zouden er nog wel mensen van KV zot zijn om dat te hebben natuurlijk. De grote markt van Mechelen was te klein, die meiavond van 1988. Toen reageerde Pascal de Wilde zo. Ik ga op stap, hè. Ja, ik ga niet meer naar huis. Ik ben niet te houden nu. Nee, niemand van ons, denk ik, momenteel. Het is gewoon wat fantastisch wat we nu meemaken, hè. Amai. Nu, ik word er nog altijd veel over aangesproken door mensen die mij zeggen van, weet je wel dat je de laatste Europa Cup bent van België? Dat wordt nog regelmatig gezegd, zeg. Dus maar als ik terugkijk, oké, is het eigenlijk wel een hele mooie, schitterende periode geweest. Ja, dat klopt. Patrick Verzamel. De Wilde. En de 3. Het waren de jaren dat Mechelen Anderlecht naar de kroon stak. De rivaliteit tussen die twee clubs was enorm. En Mechelen wilde zich toen een beetje profileren. Hè? Onder meer dankzij Wijl en John Corzee, die toch van Mechelen even op de kaart gezet heeft. En dat prikte wel. Je voelde dat ook in de commentaren. Hè. Want de media speelden toen ook een grote rol erin. Van, ja, Mechelen grijpt Anderlecht naar de keel, naar de troon. Zo, en wordt vanzelf dan opgeklopt, supporters. Ja, bedoel. Maar als meer willen we natuurlijk altijd winnen tegen Anderlecht. Lijklijsters na een duel met de grote van het veld gedragen. En nu mag Pascal de Wilde hier op het veld komen. Dat is niet te vatten eigenlijk. Het gebeurt alle dagen. Maar als het dan iemand is dat je heel goed gekend hebt, van dichtbij, dan komt dat al iets harder aan natuurlijk. Het was ook een speciale in zijn tijd. Het was geen fuifbeest bijvoorbeeld. Hè? Nee. Hij was op en top prof. Hè. Op en top. Hè. Trainen en naar huis gaan. Hè. Was dan een dikke steen nodig na de wedstrijd. Dat we nog even bleven van de auto en naar huis. Hè. Dat was Leij, de kapitein van Pascal de Wilde. Mannen met een geel-rood hart. Ga je naar Malinois kijken? Ik heb dit jaar nog maar één wedstrijd gemist van KV. Dus als KV Mechelen speelt, in principe, dus altijd als ze thuis spelen, dan ben ik er bijna altijd. Mooie club, hè? Ja, want terras is ook mooi natuurlijk, hè? Dus die supporters, ja, dat is iets ongelooflijks, hè, als je dat ziet. Die hebben meer supporters nu dan in onze glorieperiode. Iets dat eigenlijk onvoorstelbaar is. Het zou eigenlijk omgekeerd moeten geweest zijn, maar dat is niet zo. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. En hoeveel jonge mensen, valt mij op, jonge mensen. Dat is goed voor de toekomst van KV. Hè.